Hoi, leuk dat je bij mijn video kwam kijken. Vandaag laat ik je zien hoe ik deze kaart heb gemaakt. De kaart is 10 bij 21 centimeter. En dit noemen ze de zogenaamde slimline kaart. Het Coastal Cabana is 19,5 bij 8,5. En een Whisper White waar ik op gestempeld heb is 19 bij 8 centimeter. Ik heb de Blossoms in Bloom stempelsets gebruikt. En Hello heb ik ook uit deze stempelset. En de kleuren die ik heb gebruikt zijn Soft Suede, Magenta Madness, Bumbly Bee, Pier Pizzas en Coastal Cabana. En ik heb gebruik gemaakt van de Stamparedis. En ik ga eerst de kaartstok even snijden. Daarvoor gebruik ik de trimmer van Stamping Up. En ik heb eerst Whisper White Thick kaartstok nodig. En die snij ik op 10 centimeter. Dit is al 21 centimeter. Dus hoef je verder niks aan te doen. Dus dit is de basiskaart. Dit is een enkele kaart. Je kan hem ook dubbel maken. En dan doe je 20 centimeter en dan rail je hem op 10 centimeter. De Coastal Cabana is 8,5 bij 19,5. Dus ik snij hem op 8,5 centimeter. En dan snij ik 1,5 centimeter eraf. En de Whisper White, dit is de dunne. Daar ga ik snijden op 8 centimeter. Je kan ook ietsje kleiner doen. Dan komt er een minder breed gekleurd randje door. Ik doe daar meestal 3 centimeter kleiner. Oh sorry, 3 millimeter. En 8 centimeter. Of hij moet 19 zijn, dus haal ik 2 centimeter eraf. En dan past dit mooi allemaal op elkaar. Ik pak de Stamparedis en daar doe ik één blad bij. Twee magneten. Denk erom dat ze niet tegen elkaar aanklappen, want dan gaan ze kapot. En dan pak ik de bloem die ik wil gebruiken. Je doorzichtige stempels kleuren altijd rood. Als je het een paar keer hebt gebruikt met inkt. Maar dat maakt niet uit voor de... hoe heet het? Stempelkwaliteit. Nog één hokje. Ik leg hem hierop. Dan doe ik hier ook even een magneetje. En dan vouw ik hem dicht. Hier doe ik even mijn stempeldoosje onder. En dan pak ik de Magenta Madness, dus de nieuwe inkolenkleur. Lekker fel roze. En dan stempel ik de inkt op de stempel. Ik dab daarmee. En dan doe ik het op de Whisper White. Ik druk stevig aan. En dan is de bloem zo klaar.
Dit is een grid paper, speciaal voor de Stamparettas. Dus die kan je los bestellen. En die vind ik heel handig als je dus zoals nu naast de kaartstok gaat stempelen. Anders heb je matje er helemaal onder. Dan ga ik met... Oh, sorry. Even deze dicht. Bumblebee ink. Dat is ook een nieuwe inkolorkleur. En een bloemetje. Deze ga ik gebruiken. Die stempel ik op mijn kaartstok. Dan ga je in het hart van de bloemetjes gebruik je soft suede. En daar gebruik je deze stempel voor. Voor het hartje van de roze bloemen gebruik ik deze met de stipjes. En Bubbly Bee inkt. Ik had hem alweer opgeborgen, maar... Dan pak ik de Peripisas inkt en daar gebruik ik het blaadje voor en dat is deze. Ik kan hem natuurlijk zo vol mogelijk maken als je wilt. Maar ik vind het wel mooi als er nog wat wit over is. Omdat ik wel van clean en simpel kaartjes hou. En dan ga ik met Coastal Cabana nog meer bloemetjes stempelen. En dat is dit kleine bloemetje. En die stempel ik dan hier tussenin. En dan is het stempelen al klaar. Oh nee, ik moet de tekst nog stempelen. Even kijken, zal ik even een andere... kaart of een andere tekst doen. Thinking of you is wel een mooie. Oh, ben ik weer bijna uit beeld, zie ik wel. Sorry. Met deze kan je natuurlijk heel goed zien waar je gaat stempelen en of je recht stempelt. Dus dat is wel fijn. Deze plak je op de Coastal Cabana. Ik doe daarvoor Tombow Lime op de Coastal Cabana.
En dan plak ik mijn Whisper White daarop. Op de achterkant van de Coastal Cabana plak ik Dimensionals. Oh, één is genoeg in het hoekje. Zo. Verwijder de plakkertjes achter de dimensionals. Ze gaan heel snel of heel makkelijk eraf. Niet te peelen met een prikpen of een pincet. Ik vind het zo ook makkelijk. En dan plak je het op de basiskaart. En dan ga ik de kaart versieren met de rhinestones. Plak gewoon willekeurig de rhinestones waar je ze wil hebben. Kom niet zo precies. En dan is de kaart klaar. Dit is de originele en deze heb ik gemaakt. Heb je een vraag of wil je iets bestellen, dan kan je mij altijd een e-mail sturen. Mijn e-mail is stampingjanneke@gmail.com. En heb je andere vragen, dan hoor ik het natuurlijk ook graag. Ik wens je een hele leuke dag en een fijn weekend en tot de volgende keer. Hoi! Hoi, leuk dat je bij mijn video kwam kijken. Vandaag laat ik je zien hoe ik deze kaart heb gemaakt. De kaart is 10 bij 21 centimeter. En dit noemen ze de zogenaamde slimline kaart. Het Coastal Cabana is 19,5 bij 8,5. En een Whisper White waar ik op gestempeld heb is 19 bij 8 centimeter. Ik heb de Blossoms in Bloom stempelsets gebruikt. En Hello heb ik ook uit deze stempelset. En de kleuren die ik heb gebruikt zijn Soft Suede, Magenta Madness, Bumblebee, Pier Pizzas en Coastal Cabana. En ik heb gebruik gemaakt van de Stamparedis. En ik ga eerst de kaartstok even snijden. Daarvoor gebruik ik de trimmer van Stamping Up. En ik heb eerst Whisper White dik kaartstok nodig. En die snij ik op 10 centimeter. Dit is al 21 centimeter. Dus hoef je verder niks aan te doen. Dus dit is de basiskaart. Het is een enkele kaart. Je kan hem ook dubbel maken. En dan doe je 20 centimeter en dan rail je hem op 10 centimeter. De Coastal Cabana is 8,5 bij 19,5. Dus ik snij hem op 8,5 centimeter. En dan snij ik 1,5 centimeter eraf. En de Whisper White, dit is de dunne. Daar ga ik snijden op 8 centimeter. Je kan ook ietsje kleiner doen. Dan komt er een minder breed gekleurd randje door. Ik doe dan meestal 3 centimeter kleiner. Oh, sorry, 3 mm. En 8 centimeter, of hij moet 19 zijn, dus hou ik 2 centimeter eraf. En dan past dit mooi allemaal op elkaar. Ik pak de Stamparedis en daar doe ik 1 blad bij. 2 magneten. Denk erom dat ze niet tegen elkaar aanklappen, want dan gaan ze kapot. En
En dan pak ik de bloem die ik wil gebruiken. Je doorzichtige stempels kleuren altijd rood. Als je het een paar keer hebt gebruikt met inkt. Maar dat maakt niet uit voor de... hoe heet het? Stempelkwaliteit. Nog één hokje. Ik leg hem hierop. Dan doe ik hier ook even een magneetje. En dan vouw ik hem dicht. Hier doe ik even mijn stempeldoosje onder. En dan pak ik de Magenta Madness, dus de nieuwe inkolenkleur. Lekker fel roze. En dan stempel ik de inkt op de stempel. Ik dep daarmee. En dan doe ik het op de muspelwijd. Ik druk stevig aan. En dan is de bloem zo klaar. Dit is een gridpaper, speciaal voor de stamparettes. Dus die kan je los bestellen. En die vind ik heel handig als je dus zoals nu naast de kaartstok gaat stempelen. Anders heb je je matje er helemaal onder. Dan ga ik met... Oh, sorry, even deze dicht. Bumbly Bee. Inkt, dat is ook een nieuwe inkolenkleur. En een bloemetje. Deze ga ik gebruiken. Die stempel ik op mijn kaartstok. Dan ga je in het hart van de bloemetjes gebruik je soft suede. En daar gebruik je deze stempel voor. Voor het hartje van de roze bloemen gebruik ik deze met de stipjes. En Bubbly Bee inkt. Ik had hem alweer opgeborgen, maar... Dan pak ik de Peri Pisas inkt en daar gebruik ik het blaadje voor en dat is deze.
kan hem natuurlijk zo vol mogelijk maken als je wilt. Maar ik vind het wel mooi als er nog wat wit over is. Omdat ik wel van clean en simpel kaartjes hou. En dan ga ik met Coastal Cabana nog meer bloemetjes stempelen. En dat is dit kleine bloemetje. En die stempel ik dan hier tussenin. En dan is het stempelen al klaar. Oh nee, ik moet de tekst nog stempelen. Even kijken, zal ik even een andere kaart of een andere tekst doen. Thinking of you is wel een mooie. Oh, ben ik weer bijna uit beeld, zie ik wel. Sorry. Zo. Met deze kan je natuurlijk heel goed zien waar je gaat stempelen en of je recht stempelt. Dus dat is wel fijn. Deze plak je op de Coastal Cabana. Ik doe daarvoor Tombow Lime op de Coastal Cabana. En dan plak ik mijn Whisper White daarop. Op de achterkant van de Coastal Cabana plak ik Dimensionals. Is genoeg in het hoekje. Zo. Verwijder de plakkertjes achter de dimensionals. Gaan heel snel of heel makkelijk eraf. Niet te peelen met een prikpen of een pincet. Ik vind het zo ook makkelijk. En dan plak je het op de basiskaart. En dan ga ik de kaart versieren met de rhinestones. Plak gewoon willekeurig de rhinestones waar je ze wil hebben. Kom niet zo precies. En dan is de kaart klaar. Dit is de originele en deze heb ik gemaakt. Heb je een vraag of wil je iets bestellen, dan kan je mij altijd een e-mail sturen. Mijn e-mail is stampingjanneke@gmail.com. En heb je andere vragen, dan hoor ik het natuurlijk ook graag. Ik wens je een hele leuke dag en een fijn weekend en tot de volgende keer. Hoi!